Nou, we zitten alweer het laatste deel. We hebben eigenlijk te weinig tijd voor dit programma. Je zou tot 11 uur door moeten, gewoon, ja, zonder probleem. Ik heb bezopen dat ze zo weinig zendtijd krijgen. Hebben ze een programma wat publiek trekt en ja, dan moeten we na 2,5 uur moeten we eruit. Echt onbereikbaar. We hebben trouwens vrijdag ook weer genoeg te bespreken. Maar er wordt deze week gevoetbald. Die kun je bekijken bij Foxy wedstrijden. Maar ook op kanaal 14 van KPN kun je ook nog een wedstrijd bekijken. En wel deze wedstrijd Feyenoord tegen AZ donderdag om 8 uur. Leuk potje. Maar kanaal 14, ik heb een hele andere zender op kanaal 14 zitten in Drenthe. Ja? Ja, ik moet opeens aan Drenthe denken. Ik weet, heb je dat bericht nog meegekregen? Ja. Dat heb ik gelezen, maar dat klopt. Ja, dat de mannen in Drenthe het zwaarst geschapen zijn. Dat had je gelezen. Nee, dat klopt. Ja. Hey, maar anders krijg je daar geen woonvergunning. Nee. En ik was van harte welkom. Ja, je was meer dan welkom. De witte negen mocht onmiddellijk aanschuiven. Ja. Ja, dat was geen probleem. Nee, je moet namelijk je paspoort inleveren en je judokus even op het loket leggen. Het was dan ben je welkom. Ja. Moeten we nog even over die wedstrijd van Feyenoord tegen AZ praten. Wat vond je van AZ dit weekend? Was het niet heel erg overtuigend? Of? Nee, maar dat kan, hè. Beetje uit de Europa Cup en zo. Dan kan het wel eens wat minder zijn. Maar die hebben gewoon een hartstikke leuke helftal, man. Ja. Echt een leuke helftal. En die Koopmijners, man. Zo. Gewoon een goede speler, ja, ontwikkelt ze goed. Tuurlijk, ook als personality. Ja, zeker. Schopt die strafschoppen erin. Ook als hij na afloop de camera te woord staat. Maar perfect, ik heb man. Met AZ hetzelfde als met PSV. Ik kijk eigenlijk naar AZ voor die twee jonge jongens. Ja, die Boadou en die Stengs, die doen het hartstikke goed. Ik heb jou niks over zeggen, want je kon die Toto niet invullen. Maar wat zou jij invullen bij Feyenoord AZ? Feyenoord. Toch wel? Ja, de Kuip. Daar komt het allemaal door? Nou ja, over het algemeen wel. Je hebt niet het gevoel dat, zoals bijvoorbeeld tegen Rode Ster vorige week wat ze deden, dat AZ aan het groeien is? Ook... Nou ja, nee, ik zou het voor hun, ik zou het hun toejuichen. De manier waarop ze voetballen, die jonge spelers allemaal. Alleen ik denk dat het allemaal een beetje te veel voor ze wordt op een gegeven ogenblik. Okay. Nu naar Rotterdam, Europa League, noem maar op. Ja. Maar ik denk ook dat voor Feyenoord was Glasgow Rangers heel imponerend. Dat geweldige stadion en dat sfeertje. Maar dat zullen de jonge jongens van een AZ nu ook bij Feyenoord hebben. Dan staat Feyenoord met 1-0 voor. Oké. Okay. Ja, het is wel raar dat AZ nu... Ze allebei de ploegen speelden thuis dit weekend. Dat maak je ook niet zo vaak mee natuurlijk, ADO-AZ. Dat was eigenlijk best wel gek. We hebben een app!